Omgekeerde hakken maar willen. Ja, dat gaat zo. Wordt wel. Slecht pakje. Humor, maar kijk hoe ze humor is. Dat moet je maar even zien, want dan weet je het nog lachen. Dat moet je wel niet doen. Goed op lezen. Goh, heb jij ook niet gewoon moppen? Ik heb alleen maar gewoon. Ik leer gewoon alleen nog de gewone moppen tot nu toe. Maar dat is wel echt serieus mop aan het vertellen de hele tijd. Ja. Weet je nog één even nadenken? Nou, even, nee, ik weet nog wel, maar dat. Ja, mooi. Nou, gaan we gaan even aanzetten in de Aikido-stand. Some.
Links naar voren gaat wat rechterbij. Gaan we nog iets verder terug naar de baby zijn? We gaan het weer omrollen.
super droog. Er is zelfs een oefening, volgens mij ging niet zo. Dat deed mijn sensei, hier om de sensei ook was gedaan. Dat is helemaal alsof je fix op het bedroog bent. Het kan best wel een simpele oefening zijn. Bij het rollen, ik zit net te denken dat rappen. Ik vertel jezelf het rap around the pole. Ja, dus wat is een goed woord voor rappen? Ontwikkelen, oprollen, ja. Dus eigenlijk, je rolt om de paal heen, om de centrale as. Wrapping the pole. Wat merk je als je draait? Vaak zit je arm hier in de weg op je schouder, toch? Ja, dat is gemerkt. Ja. En weet je wat de oplossing is? Hij wrapt niet om die pole. Dus dit blijft te hard, dit blijft te veel in stand en dan kom je er niet overheen. Je zult het echt serieus moeten werken om die pol. Want deze, als ik hier mijn schouder laat zitten, hier kom ik niet overheen. Dit stuk zit in de rug hier zo. Dat lukt niet. Dus moet echt die, moet die werken. Ja? Zag je wat? Ik draai hem zo door. Ja. Als ik net zei met schouderbladen, toen met het zo zwaartslag, weet je nog. Het moet helemaal wrappen, dus dit draait helemaal, moet helemaal door mij heen draaien om die as, die schouderbladen, dit gaat er helemaal om mij heen draaien. En dan zit hij opeens niet meer in de weg. Hij verdwijnt zeg maar, want hij rolt helemaal op. Naar voren is hetzelfde en dan werp je naar de voorkant. Ik heb pootjes ontwikkeld in mijn evolutie hier van het soep organisme naar het land op. Ik voel me echt waar de pootjes zitten bij het rollen. Het is eigenlijk best wel makkelijk. Het zijn mijn schouderbladen. Kijk, als ik zo. Ik buig daar naartoe en ik leg mijn schouderblad neer zo. En dan ga ik hier rappen. Zie je? Nou, dan heb ik een pootje daar. En hier ook zet ik mijn schouderblad, leg ik hier. Daar ga ik omheen rappen. Ik heb gewoon een pootje ontwikkeld. Ik ga een mooie rap om dat stukje wat ik neer heb gelegd. En opeens zit het niet meer in de weg, maar het is mijn voetje geworden waar ik op ren hou. We gaan een rap toko beginnen. Ja, ik heb rap. Zowel fysieke als mentale voeding.
open en sluiten daardoor. Heel erg, ja, precies. Ja. Van nature ga je heel erg open en sluiten. Ja. Want nu open je hem? Ja, want ik leg hem ver weg, open ik hem en dan sluit hem. En nu moet je weer sluiten om hem weer te sluiten. Ja. Hier leg ik hem open, zo daar. En nu sluit ik hem heel erg. Ja. Nu maak ik het nadeel, juist het voordeel. Die arm. Je hebt wel vloggers, zou ik. Ja, het is goed om niet te trainen, ja, precies. Daar zit stijfte in of een vorming. Het is eigen ontdekkingsreis natuurlijk, maar er zit veel meer. Kan je er iets mee? Met iets met je schouderblad als je dat zo neerlegt en dan. Ja, zeker. Ik begrijp je pootjes wel. Eerst probeer je hem te ontwijken of er al beter rollen met sneller. Ja. Maar je hebt hem eigenlijk nodig om je rol te kunnen maken. Steunpunt. Ja. Je hebt een soort zaag nog eigenlijk. Ja. Ja. Geen vis. Daarna zouden we eigenlijk deze moeten doen, want dan zitten we dus oké, we kunnen dit en dan kunnen we dit gaan doen. Dan zijn we bijna hier aan het lopen, zeg maar. En gewoon niet snel. We hebben volgers van verkeerd en dan aan het begin van de dag. Zeg je? Volgers van verkeerd en dan aan het begin van de dag. Ja, precies. Ja. En nu is je krijgen. Ja. Nou, mooi, ja. Dus ik zit dan meteen en kom dan gedachten van wat zijn dan. Hoe gebruik je dat dan in je techniek? Want je kan het nu is dan ja, je punt daar, maar proprioceptie wil ook zeggen, in de ruimte wil je ergens iets kunnen neerleggen. Zeg maar. In de ruimte kun je een ander punt creëren. Misschien wat ze hier was doen, zo, dat soort dingen. Maar dan moet ik maar verder kijken. Zullen we eerst even sturen met wat we vanochtend deden met deze techniek zelf? Dat is spannend. 200 pakken. Thank you.
Dat is wel een fout, hè. Het is als reminder voor ons het geworden dat als je rolt, als ik rol, dan leg je het op hem, voor die ruimte, die nog steeds kleur je toch voor de andere zelf bij. Vastzet, maar ik fixeer het zo dat ik hem optimaal in die beweging breng. Als ik zo doe, heb ik ook wel grip. Kan ik ook best wel veel doen, maar nog steeds zit hier wel wat ruimte. Als ik gewoon zijn elleboog, en het is geen techniek, hè, maar het is meer om mee te spelen. Ik pak gewoon dit allebei. Hier kan hij niet zoveel tegen doen. Ik probeer ze met je andere hand bijvoorbeeld naar mij te bewegen. Nee, het is een beetje kruip aan. Best wel uit balans al hier. Het is niet omdat je het zo moet gaan doen, maar dat je dat ontwikkelt. Verbreed je blik en fysiek goed kijkt hoe dat werkt. Als ik kom, hier moet ik gewoon goed fixeren. Het moet geen pijn doen, dus met de ander gaan we meer naar kijken, maar gewoon dat het goed fixeert wordt.
Soms als een beetje pijn deed. Maar hoe ga je daar dan mee om? Daar had Pieter Kelly het over. En de lange uitleg is dit. Ten eerste heb je gewoon die ruimte. Ja. Ja, goed. En jij ook. En dan hier naar voren. Maar dan hier was dit de ruimte die je hebt als zwaarste man, zeg maar. Ja, dus hier kan je het nog doen. Dus je ziet al, hij gaat wegbewegen. Als ik hem naar pijn doe, wat doet hij? Ja, dat ging we oefenen toen tijdens het seminar. Dus hij zegt, ja, het is wel lekker dat je aanvalt. Jij staat hier en blijft hier staan. Om dan hier te blijven staan. Ik sta gewoon heel nadelig. Hij heeft de ruimte. Zijn zwaard heeft een heel bereik. Ik wil gewoon weg daarvan. Ik wil hier. Maar ik denk dat ik veilig ben, zo achter hem. Maar dan loop ik eigenlijk in de Shivananda. Gaan we een beetje naar hier. Hier is hier. Hier. En als ik omhoog ga, gaat hij lopen. Dus als voeten ben je heel actief bezig met je oefening. Je wil jezelf veilig houden. Dus hier wil je niet blijven staan. Ja, zo in het hoeken. Het hoeken gaat achteruit lopen. Ja. 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 Ja.
Ik probeer even achter te komen. Voel je zo? Voel je zo? Ja, ja. Is dat hier geen afrekening en geen sfeer, zeg maar? Het is naar beneden reden dat hier ook ruimte is. Zeg maar. Goed, dus zit je niet lekker, zit precies op het randje. Dus op het moment dat ik nu eigenlijk die aken ga doen, dan loop jij van weg. Ja. Dan loop je achteruit zo die raakt. Dat wil ik niet toe gaan voegen. Dus als je zo stapt, als je eigenlijk die aken doet, omhoog. Dit draait natuurlijk, het is niet die punt. Die gaat er zo lang heen. Best wel een krachtige beweging. En nu blijf jij staan, vind je dat? Ja. Je gewrichtsbanden allemaal. Dus als ik hem indraai, ga jij erachter lopen. Nu draai je op een gegeven moment kom je achter mijn rug. Dat is voor mij dan eventjes nog wennen dat ik daarin dan waarschijnlijk ook weer een opening moet nemen. Dit? Ja, dat had ik dan weer. Die val je aan.
hier naartoe lopen. Niet wegdraaien. Nee, ik zou achteruit lopen. Oh, oké. Hey. Ja. En dan iets sneller, want nu is het zo bij jou. En nou, laat het vallen, dus ik laat hem zo vallen. Nu blijf je staan op zijn plek, hè? Kijk, van de kant van de geweest zijn. Ik voel nou niks, want hij dook gelijk achteruit. Hij ging gelijk het gat inlopen. En ik doe dus deze erbij. Als die tweede hand komt, draai ik eromheen. En dit gaat hieronder. En dit gaat er omhoog. Maandag zit ik ook zo te kijken. Meteen zo hier en naar beneden valt, denk je van wow, ik moet echt vallen, want anders gaan we maar onderaf. Alleen hij stopt hier voor zijn borst en dan pas doet hij aikisaka. Kijk maar, als ik naar je toe kom, vol vertrouwen. Ja, dus eerst laat je voor je borst vallen, dan zie je voor je borst vallen, dan staat hij hier, dus dat is eigenlijk best wel relaxed, maar dan doet hij aikisaka. Dan ga ik door. En dus als ik aankom. Hier eindigt hij. Maar meeste springen weg, wat jij net ook had. En iedereen denkt van, wow, ik ga al. En dan sluit die aikisaka en dan gaat eigenlijk de echte val. En nou, loop eens naar achter, wat je had moeten doen. En dan is het weg, die druk die je net voelde. En dan doe je aikisaka. Je los je eigen druk op. Als jij niet meegaat. Ik kan het best wel fysiek vastzetten. Dus dat hand zit gewoon vast hier. Hier ook. Maar het is gewoon goed. Omdat hij gewoon meeloopt, heb je geen enkel probleem. Als je niet mee had gelopen, dan had je echt zo. Dus ik ga ook maar niet oefenen. Soms wel, dat bedoelt dat ik een beetje een soort sitting back ben. Ja, precies. En dus uiteindelijk wordt dat dus zo. Nu gaat het natuurlijk echt wel weg zijn. Nu laat ik gewoon een opvallen. Dan ga je gewoon niet mee. Ik voel mijn intentie niet wachten. Dat de commissie dan flip-flops te maken. Het lijkt nu één beweging, maar het is die overgang van over dicht. Over dicht. Ja, dat is dan wat anders. Dat is Shionaga. Ja. Thank you.
Dat komt omdat ik op spanning in de armen. Ja, ja. Dat is ook een beetje. Yeah.
Alsof je eruit moet rekenen. Ja. Oh ja, ja. Ik vind dat ik hier nou weer naar mij heb gelegd, of niet? Ik vind het wel best, man. Ja, ja. Hetzelfde, maar in iets andere vorm. Dus ik ga eigenlijk mijn hand erop liggen. Dus jouw hand is hier. Dus ik kan gewoon erop liggen zonder dat zijn arm naar beneden gaat. Ja? Ik zie gewoon in zijn structuur. Ja. Dus hier. Ik open. Ik ben erin gezakt en ik sluit. Dus dat je dat samen oefent. Als oeke zie je dat er nog steeds een levendige verbinding is naar de arts en aanval. De derde keer. Ja. Dus als hij hier komt, stap ik gewoon hieruit, zodat ik hier mijn hand op kan leggen en hier ontspannen opleggen. Ik zag al in het systeem geopend en ik sluit weer zo. Open, sluit.
wat zal je neiging zijn? Ja, met die hand wil je hem gaan werpen. 100%. Dus dit wil je gaan doen. En je wil het echt niet doen. Maar 100%, hij komt aan. Ik leg mijn hand erop en ik zak daarin. Dat is het enige gevoel, dat je zo connectie hebt met elkaar. Open, close. Hoeken moet die sensitiviteit ontwikkelen, dat die energie blijft geven en dat hij dat voelt. Zo erin meegaat. En Naga moet leren van, hey, ik ga hem niet grijpen en gooien. Hey, ik zoek contact, rust erop. Ja, dus dat is het. Ja. Dat is alleen maar uitgaan en dan.
voelen en dan ben je alweer een eind verder. Ja. Want als ik snel word, het gevoel dat ik niet helemaal open. Ik denk dat ik dat bedoelde met, je kan ook blijven staan. Als je opener was en dit ging, dan was het iets veel sterker. Ik denk dat dat cool. Ja, mooi.
Ik kan nu.
de door, zeg maar. Maar weet niet hoe het gaat niet zo, maar dan gaat die... Ja. Die is zo. Die man ook. Dan weet die, ben ik al weg, zeg maar. Ja. Kunnen we nog een pasje omwissen? Die zit in mijn tas in het voorste vakje. Oké, okay. Yep. Zoveel energie had je nog niet gelukkig. Ja, maar ik heb het die sleutel had je uit je aan de kast mee als. Ja, nee, dat is mijn. Ja, dat is goed.
knieën bij me kon. Echt met mijn lichaam vallen blijven met mijn arm. Zo. Heel kleine stappen. Even bij me, ja. Je zegt dat je hebt 4 records van hier, hè? Ja, ik kwam niet onverwacht voor mij. Ik vroeg ik even van. Echt een slag, zo gelijk ook. In je huis heeft het. Ik moet hier tegen die aan weg, die zijn langzaam komen. Ik moet kansen om hier contact in te zetten. Ja, dat is natuurlijk al mee naar mij, dus je valt mij aan. Ja, dan gaan we zo nog niet eens laten. Ik wil in die ruimte, maar ik kan er niet komen. Ja. Ik heb er weer zitten. Hoe sta je in je ruimte?
Ja, precies. Hou dat. Of je maar die ruimte. Ja, precies. Ruimte geeft en wel de hard blijven staan. Ja, ja. Ik weet niet, ik voel niet meer dat het hier is. Ik heb een zwaar opeens, hè? Zwaar is er, ja. Ja, precies. Die is. Hier is goed, ik zit bij mijn zwaar even hier aan, maar ik kom gewoon niet in. Ja, mooi. Mijn lichaam is hier, dit is achter me gebracht, dus nou, trek mijn been bij. En ik ben daaronder, ik ben onder het zwaard doorgedoken. En sinds hij oefende dat met zo'n zwaard, en dan kom je zo aanlopen hier naartoe, had je een zwaard en dan weer. Maar goed dat er geen zwaard was, zag je dat? Ik doe het met zwaard. Nee. Dus dat is de oefening, dus jij komt aanlopen, maar je doet dat, ja. Dat is zijn manier van oefenen van, ja, let op, dat is het. Dat zit steeds in je technieken. Dus katadori, hetzelfde. Zwaard, ja, daar zit het in. Yoko Manucci, zwaard. Ja, je hebt al verder gered. Dus daar staat eigenlijk te kijken. En als je dat nog... Hoe dat bij jou een vorm kreeg, was van, we hebben het over ruimte. Ruimte innemen en weten wanneer je ruimte, wanneer de ruimte door naar je ingenomen is, dat jij uit die ruimte moet zijn. Nog steeds in verbinding, maar je moet uit die ruimte zijn. En dat is hier.
Hij wil die ruimte, ik wil die ruimte, maar hij weet niet van daar moet hij die ruimte zijn. Dus hij weet gewoon, oké, ik heb die ruimte en dit is passend voor hem. Maar kan nog steeds, als ik ruimte laat, is hij nog steeds naar mij toe gericht. Nu heeft hij de ruimte. Snap je wat ik bedoel? Ja. Is hetzelfde als je Jochem in komt. Ik heb deze ruimte, die heb ik. En ik kan van mijn eentje gewoon die ruimte hebben. Als ik die niet neem, dan is het dan heeft hij die ruimte en daar kom ik niet meer in. Laat hem hier, een pak van ruimte. Yes, ja, ja, precies. En je hoeft niet tegen mij te doen, maar je eigen ruimte houden. Ja, ruimte zal het tegen mij botsen. Ja, zei je. Nog een keer dat je komt, is deze ruimte. Ja? Dat is steeds mee aan het spelen. Dat is het dingetje wat we van het seminar meekregen. Dus nou gingen we terug naar die techniek van net, dus Jochem. Maar hier, ik kan het ook heel goed doen, want ik kom naar jou toe. Ik ga dus over ruimte. Jij hebt je ruimte, je hebt de rol dat je ook je ruimte houdt. Ik heb ook mijn ruimte en dan ga ik in jouw ruimte bewegen. En ik wil mijn ruimte in stand houden, zolang als het kan. Dus als ik je aankom, dan kan ik al best wel die ruimte overnemen. Ja? Ik voelde, het lukte mij om die ruimte over te nemen. Als ik nu als een soort zwaard zie, je hebt een zwaard vast en ik heb een zwaard en we gaan erin. Nu voel ik van, nou, hij heeft gewoon die ruimte, zijn zwaard zit hierin. Klein beetje gaat het hier naartoe, maar hè? Ik kom niet in jouw ruimte. Dus nou voel ik precies van, nou ga ik wel mee. Ja, dus als hoeken ga ik mijn ruimte niet opgeven. Maar als het goed is, kom ik nooit in jouw ruimte omdat jij hem houdt. Alleen op het moment dat jij even weggaat met je richting, even je aandacht weg is, dan zit ik erin. Want ik breng gewoon mijn ruimte in. Ik wil naar jou toe, ik wil in die ruimte waar jij zit, daar ben ik straks ook. Maar ik mag er niet in van jou, dus als je nou open en dicht doet, moet ik blijven kijken, nou hoe kan ik dan die ruimte te pakken zien te krijgen. Oh kijk, hier was het geluk. Je ging nog eens hier naartoe kijken. Je ging iets op die arm doen. Maar ik zat nog steeds in die ruimte. Dus dat is het waar wij net aan het spelen, ja. Zeg maar. Dan ga je dat dan doen. Als jij dan op die komt, doe je het zwaar was. En dit is gewoon mijn ruimte. Ja? En niet je ruimte weghalen. Jij houdt je ruimte voor je. Je haalt je ruimte weer weg en dan kijk je of je het mee in kan brengen. Ja. Maar jij hebt ruimte voor je. Met jouw ruimte kom je in. Je kunt een beetje overpower worden door jouw ruimte. Ik zeg, oké. Ik heb die ruimte. Ja. Voelt heel anders. Ja, nu als je het wel laat vond. Eigenlijk wil ik dus ook in de hoekomie die ruimte houden. Zo lang mogelijk. Ja. En je weet dat je het niet gaat redden. Maar in het niet redden blijf je die ruimte houden. Blijf je die contact zo naar zoeken naar die ruimte en neem je val. Met ruimte. Ja. En dan meest optimaal met je kunt. Ja. En dan komt die Ja. En dat is eigenlijk niks, maar je zoekt gewoon waar die is. Al komt er een klein gaatje, zit je er al in. Het is net als water, dus gaat dit en loopt het er al in, zeg maar. En het gaat niet om de strijd van, hé, want net deed ik eigenlijk geen strijd en dat is niet de goede manier van oefenen. Ik kom naar jou toe en doe dit. En in een soort strijd, dit is niet de houding waarmee wij lekker groeien. De houding is, ik weet dat jij naar ben, ik weet dat ik oeken ben. Dus ik ga oeken meenemen. Jij gaat ook voelen dat ik mijn ruimte hou. Maar als je het niet hebt, krijg je wel de ruimte om te herstellen. Omdat ik die rol aanneem. Dus ik zal met ruimte aanvallen. En ik blijf hier gewoon niet doorgaan. Ik weet dat dit mijn rol is. Maar ik zal nooit dit gaan doen. Nooit. Niks. Never. Niet in mij. Niks gaat zo doen. Is dat wel wat ik deed? Dus ik was helemaal ergens anders. Ik was niet bij die ruimte, ik ging gewoon, ik moet naar mijn val of iets anders, maar dit boeit allemaal niet meer. Of zoiets. Ik ga echt. Het is bijna een soort Kiryutoshi start. Kiryutoshi is van twee zwaarden en als er ruimte is, is het over. Maar ik weet dat ik de verliezende partij ben. Dat laat me niet stoppen in mijn oefening, want toch maar. Yeah.
proberen, maar ik zie, ik neem gewoon de rol van Nage, of van Oeke. Lijkt een beetje op wat Mitski doet de hele tijd, hè? Ja. Niet dat we na willen doen, maar hij is die ruimte, probeert die steeds te pakken. Het voelt wel eens, je neemt ruimte, maar hoe maximaal kan je zeg maar mee in je ruimte om dat toch te houden, als een keytest zeg maar. Hoe kan ik maximaal erin meegaan, in mijn val, toch die ruimte zien te houden. Misschien moeten we dit gewoon oefenen, dus heb je die opties, dus deze. En uiteindelijk die we net deden. Om echt dat bewustzijn te hebben van, hey, er komt een aanval, ik moet eronder. Er komt een aanval, dan moet ik weg zijn. Zullen we dat doen? Kom Dick! Kom ja. Kom maar aan. Ja. Zal net lekker mooi zitten. Snel uit ligt aan jezelf, hè? Dat ik het goed begrijp. Ja. Nou, sluit ik hem. Sluit je hem af. Ja, dat wil je aan. Oh. Dan ligt het er onderdoor. Maar dat, ik zie dat pas op de afspraak. Weer een mededeling. Oh, een mededeling. Ja. Schitterend. Zullen we afspreken? Dus je blijft je eigen staan wachten. Maar als je benen doorlopen. Je hebt al je val. Ja, dat is een hout. Ik wil die deden niet meer, maar je deed het wel naar kijk als het komt. Dus het komt. Ik denk je hand zie je wel hier. Maar je weet. Ik stap en ik trek mijn benen naar de rode val. Dat deed je vanzelf al. Dus doe nog iets heel langzaam. Maar het impact is wat aan. Dan sta je. Zou je wel even communiceren? En nou doe je dan. En dat was samen. Ja, die stap en dan aangrijpen. Die ene stap, daar kan je op leunen. En die andere sluit je nog aan. En dat, ja. Dan hou je de beweging erin en voorgaand in de beweging. Dan moet daar even naar de kleur steken met die andere hand hier. Dat loopt om de benen, zou dat zijn. Ja, ik kom. Precies. Wat is het allemaal? Kijk, als je naar voren kan, dat je aansluit en staat in. Als je hier staat. Voel je dat? Val je bijna om? Ja. Ja, ik voel je alleen maar hier. Ja, ik denk aan jou. Ja, dat ben je er niet onder voor. Ja. Ja. Ik denk dat het gezakt is. Zo is het hier.
Hier is hier afgeregen. Dat was mijn avond. Trok jij snel je ruimte weg? Is dat in dan wordt het een spelletje, zeg maar, van je hebt hem niet. Of ik red het niet om erin te blijven, maar je wilt continu in die ruimte zitten. Ja, ik denk dat je verbaald bent dat hij niet goed was ofzo. Ja, dan krijg je mijn ruimte helemaal niet. Nee, dan maar niet. Ja, dan innemen. Als je één keer gedaan had, dan mag je maar een seconde wat gaat zo gaan. Het is volgens mij goed innemen. Ik kan nog niet.
Ja. Lief zijn, lief zijn voor mij. Zie je wel? Ja, ja, die gaat ook. Ja, volop. Ja. 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 Zo zijn gewoon, ja. Ja, dat is het. Ja. Ja, leuk, dus ik ga naar de volgende. Ja, ja. Oh, we
toepassen. Wel weer. Ik heb het wel samen gedaan.
niet dat van nu een verhaal is, maar. Ja. Kom. Oh, ik geloof echt. Nou, doe je daar een beetje in staat hier. Ik kan niet meer dan dat doen. Help me bij je, zeg maar. Ja, ik heb mezelf wel helemaal scherp. Ik kan gewoon niet van. Maar, wel gespannen. Ja, hier heb ik wel zeg maar. Jij staat in naar voren. Toch al. Jij doet wel. Nee, hier heb ik steeds hier ook zo. Spanning. Zou ook kunnen hoor. Ik had dan gewoon met de geheimen nodig van mijn pistool. Ik liet hem niet even over. Oké, okay, yes. Pak maar een smaak om te onderzoeken met het smaakgedeelte. Kijk, we doen deze techniek, dus ik val zo aan en jij stapt ernaast. En de techniek is eigenlijk alleen maar, ik sta zo, ik stap naar voren in en ik sluit aan. Dat is alles. Kom, naar hem toe. Ja, dat is de techniek die we doen. Maar eigenlijk als we zo staan, tegenover elkaar, zullen we allebei onze ruimte hebben. Dus nu zijn we gelijk. Hij gaat heffen om naar die kant te komen. Ik stap in en gelijk is het dat. Dus hij kan niet verder dan dat. Ja? Qua ruimte, het ruimteaspect. Ik neem gelijk die ruimte in. Als ik van de andere kant kom, dan hij zal het niet redden. Zeg maar, ik zal sneller zijn. Dus als we dat zonder smaak doen, dan moet een beetje ruimte bij niet in. Ik kan nog blijven staan. Ik neem gelijk die ruimte in, zie je? Dus hij weet, hij probeert nog steeds die ruimte te nemen, dat zie je mooi, je valt aan aan mij, ik voel hier de energie in zitten, je borstbeen is naar mij gericht, maar je weet, ja, het is gewoon niet te doen. Dus hij zal dat been bijtrekken en weg zijn. Ik wil het echt laten zien van dat, doet alsof jij de zwaarte vastzet en je komt aanlopen, die ruimte is gewoon van mij. Ons borstbeen is van borstbeen naar borstbeen en dan gaat het veldje van ruimte naar hem komen. Nee, hier, nou had jij de ruimte. Dus, ik wil die ruimte gewoon niet opgeven. Dat is eigenlijk het spelletje, maar het is een spelletje 60 keer een woord, maar dat is de interactie die we zoeken. Dus als je komt. Ik zie soms wel eens bijvoorbeeld dit gebeuren zo. Maar dat kan niet. En dan kon je mooi, dat lijkt op Sanjin ook. Als ik jullie vergeleek, de twee tallen die hier waren, één deed dit. Sanjin, dus er was nog steeds verbinding zo aan het eind. Bij de andere zat er dit. Dus, zeg je dat? Aan het eind was het helemaal weg. Dat kan niet. Als ik dit doe. Nu is het al op weg. Ja, precies. Ja, eigenlijk ze wel, maar ik niet. Ja, dat ging helemaal goed. Je hebt hier nodig om ook uit te doen. Ja. Hier, zandje in. Ik ben niet gewoon bij. Ik kan zelf verder. Maar je hebt nog steeds houdt dat. Ik vind het niet zo. Zandje in. Dat heb je ook met deze, dus als jij komt. We hebben gewoon de verbinding houden we zo met elkaar. Het is niet zo. Onze communicatie, jullie waren mooi het verhaal aan mee aan het kijken, dus ja, dat is de communicatie die je aan het doen bent. Dus misschien even een beetje spelen zo met het zwaard, doe het niet te gek hè, want je moet niet raken. Maar wel van, hey, als hij dus wil even daar naartoe, stap gelijk erin, dus de ruimte. Aan de kant, dat is mijn ruimte. En dan zonder zwaar, dit is mijn ruimte. Ja? Sorry, ik moet het houden. Zal ik aanvallen?
totdat hij dat zwaard in zit. Voor anders, hè? Kijk eens, een andere kant op, man. Dan is het. Goed eruit de lijn stappen. Dat je nog met Joe Gwen en Joe uit de lijn van het zwaard gaan. Dat moet ik niet toelaten. Nou, nee. Oké, hoe goed het idee? Blijf erin stappen. Ja, het is. En dan niet blind in zijn zwaard lopen, hè? Dan voel je dus, oh ja. Voelt nog te veel als opofferingstechniek. Offer jezelf niet op, het is ook niet waar. Dat is niet goed. Ik ga naar die kant. Gelukkig niet in de zijde gewoon. Nee, ik kan er gewoon niet bij komen. Ik ga me niet meer opofferen. Ik ga me niet opofferen. Ja. Zie je dat op die kruis? Ja. En het is dat je achteruit stapt, maar ik ga mijn oren erin. Hier wil ik echt niet zijn. Ja. Verder nog. Gaan we dit niet zo doen? Ja, ik kan gewoon niet helemaal mijn. Maar goed, ik heb het niet voor. Hij was er altijd bij. Ja. 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 En niet wegdraaien achteruit, vooruit instappen. Niet wegstappen achteruit. Zeker. Ja, gelijk. Blijf erop. Hier doen we niet. Zo ja, goed zo. Hier zit het. En dan Tino zit daarin staan en zien te houden. Maar niet slapper gaan worden. Gewoon dat komt constant even. Maar je kan niet verder. Ja, de mens gaat nog een beetje weg daarvan. Ja. Of je vereniging komt. Ja, ja.
steeds nieuw als hij nu verslapt. Als hij dit ook verslapt, is in de blijf van klaar. Dan zit hij nog. Nee, ik was niet op je centrum gericht, op je zwaard gericht. Dat is wel schattig. Ja, dat is wel mooi. Ja. Voordat je denkt dat je hem had. Met de slag. Survivors.
Ja, ik zag het. Mooi, ja. Goed getraind, ja. Arigato gozaimashita. Yeah.